De Forensische Maatschappelijke Zorg van het Ministerie van Justitie en Politie en Team Kennisreizen van Nederland hebben vandaag een Forensic Day georganiseerd. Het thema was verbinding. Het doel van deze dag was het uitwisselen van kennis en expertise tussen Surinaamse en Nederlandse maatschappelijke werkers die zich bezighouden met het begeleiden van gedetineerden. Gedurende de dag zijn er diverse workshops gehouden. Hierbij zijn onder meer onderwerpen behandeld als zedenproblematiek, gespreksvoering, herstelbemiddeling en psychiatrie behandeld. Gaynel Sana Jong, waarnemend hoofd van de afdeling Forensische Maatschappelijke Zorg, vertelt meer. Er is wel begeleiding, maar er is veel onbekendheid in de samenleving. Qua de begeleiding. Men denkt dat ze niet begeleid worden, maar ze worden wel begeleid. Hoe ziet het proces allemaal uit? Het proces van begeleiden. Er zijn maatschappelijke werkers die te werk gesteld zijn in de verschillende strafinrichtingen. De penitentiaire ambtenaren doen ook hun deel. En wij doen de sociaal-maatschappelijke begeleiding, dus de afdeling Forensisch Maatschappelijke Zorg. Nancy Cairo van Team Kennisreizen zegt bewondering te hebben voor de Surinaamse maatschappelijke werkers, omdat ze met beperkte middelen toch in staat zijn om hun werk naar behoren te doen. Wat anders zou kunnen, er zou meer aandacht kunnen komen en ook meer geld voor behandeling van mensen die met justitie in aanraking komen. We merken, waar we hier tegenaan lopen, is dat mensen vooral afgestraft worden, maar dat er niet zoveel ruimte is voor behandeling. Er zou behandeling kunnen zijn op diverse gebieden, huiselijk geweld, psychiatrie, agressieproblematiek. En dat zien we hier niet zoveel gebeuren. Dus daar zou wel wat meer geld voor kunnen komen, want dan bereid je mensen ook voor op de maatschappij om terugkeer. Want als je ze alleen afstraft, dan komen ze vrij en er is er niks veranderd. Terwijl je mensen juist heel erg kan leren om meer inzicht te krijgen in hun gedrag. Nancy Cairo van Team Kennisreizen. Ze sprak op de Forensic Day die is georganiseerd in de ballroom van het Lalaroek gebouw.